18 voor 9, we hebben zo'n maf verhaal binnengekregen. Je moet je voorstellen, je hebt een ongeval en plots komt er een bekende Vlaming je helpen. Het is gebeurd met Hilde Krevits onlangs op de E17. Die heeft daar een baby gered. Maar Christophe Grieten uit Herselt, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er met jou gebeurd, Christophe? Ik heb dus eigenlijk 2 dagen geleden een oud ongeluk gehad met de kameramet van het werk. Mm-hmm. En ja, inderdaad, Stafkoppes heeft me na het ongeluk geholpen. Wat heeft hij gedaan? Ja, hij heeft eigenlijk vooral mij helpen zoeken met mijn gsm, omdat hij ook mee uit de raam was gevlogen en ik vond die niet direct. En heeft dan met zijn nummer mijn gsm helpen zoeken. En achteraf heeft hij ook nog berichten voor liggen sturen, omdat het toch nog wel redelijk bezorgd was. Allee, vooruit. Dus eigenlijk heeft Stafkoppes een beetje jouw leven gered? Ja. Een klein beetje. Ja, maar je wou hem ook gewoon zelf vertellen op de radio. En hij is daar hoor, de bekende VTM-presentator. Stafkoppes, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Ook wel bekend van de enquête van Stafke, Straffekost en ja, Stafari en zo. Maar dat is alweer lang geleden. Maar dat klopt, ja, absoluut. Staf, fantastisch gedaan. Het klopt inderdaad, een paar dagen geleden rijd ik richting Keerbergen en zie ik daar toch wel een serieus ongeluk. Ik ben daar gewoon gestopt. Ik heb eigenlijk bitter weinig gedaan hoor. Ik heb alleen maar even meegeholpen om de hulpdiensten te bellen en om Christophe gerust te stellen. Maar ik was wel bezorgd, want het zag er toch even angstaanjagend uit. Maar hoe gaat het met Christophe nu? Want hij hangt daar aan de lijn. Hè. Hoe is het, man? Ja, eigenlijk met mij eigenlijk redelijk goed. Ik heb eigenlijk enkel nog heel veel last van mijn hersenschudding en nog een beetje last van mijn ribben. Maar iedereen is ook wel redelijk hard verschoten, omdat ik er eigenlijk toch nog levend of zonder rolstoel of zo uit het accident zijn geraakt. Maar het is echt wel redelijk stevig ook wel. En ja, op die manier, de hulpdiensten waren er snel bij. Op die manier, dus dankjewel, Stafkoppes. Wat wil je ons nog zeggen, Christophe? Ik wil gewoon heel hard bedanken dat hem gewoon, er toch nog was voor mij en zo. Want ik ben er zelf ook van verschoten dat hem is blijven sturen en zo. Bij hem wel, dat is ook wel iets dat me is nagebleven. Alsjeblieft, zeg Stafkoppes. Nee, ik heb het ook graag gedaan, man. Geen enkel probleem. Om wat te zeggen, Stafkoppes is ook maar een gewone man. Dat is toch fantastisch eigenlijk. Hè? Dat is waar. Zeg, maar je hebt ook een schaatsbaan in je tuin, zag ik ook op Instagram. Was het op Instagram of Twitter of wat was het? Dat al een ja, klopt. En het ijs wordt steeds dikker. Dus ik denk dat ik er bijna zelf op kan. Ha, heerlijk, zeg. Stafkoppes, dankjewel voor het telefoontje. En Christophe, heel veel beterschap, hè, man. Dankjewel, dankjewel. Dag. Peter en Julie. Goeiemorgen.